leuk dat jullie gaan kijken naar de weekvlog. Ik ga de hele voorjaarsvakantie ga ik video's voor jullie uploaden. En we gaan een nieuwe serie starten. En dat is? Rick op de manege. Dus je kunt de hele voorjaarsvakantie kijken naar? Rick op de manege. Maar dan hebben we zondag eerst. Mama springen. En maandag? Mijn springen. En dinsdag? Rick op de manege. En woensdag? Rick op de manege. En donderdag? Rick op de manege. En vrijdag? Rick op de manege. En zaterdag? Rick op de manege, volgens mij dan ook nog de weekvlog. Nee, alleen de weekvlog. Veel plezier met kijken. Kijk. Amara, die moet eventjes gejeukt worden. Die staat er nog uit in Slippy. Slippy? Oh ja. Vandaag is algemene jeukdag, is het. Kijk, Dukje. Als ze nooit gepoetst worden. Het leven van een pennypony. Het is niet alleen dat je dus gewoon alles moet accepteren. Nou ja, accepteren. Eigenlijk moet je het ook nog leuk vinden. Tada! Oh. Voorzichtig. Oh, ster. Arm beest. Handschoenen, maar ze heeft nu ook zelf schoenen aan. Kijk. Ze heeft schoentjes aan. Dat is natuurlijk wel bijpassend bij het dekje. Wat wel jammer is, is dat Tessa niet bijpassend is vandaag. Nee, kijk. Als ik loop, dan gaan haar oren naar voren. Dan gaan al die handjes naar voren. Wat ga je doen vandaag? Ja. Sterry, wat ga je doen vandaag? Sterry! Ja, dus. Sterry! Ja, ik heb hem al hoor. Goed, stop maar met kloppen. Je gaat rijden. En wat ga je vanmiddag doen? Want je gaat niet in de les vandaag. Ik ga EHBO-cursus doen. Ja, die mag we helaas niet filmen. Dus, maar nu gaan we wel. Je gaat nu rijden. En ik heb al gereden. Het is echt mega mistig, dus je ziet Tess bijna niet. Ze heeft wel een hele bak voor zichzelf. Wat een luxe. En nu zie je ze wel. Daar zijn ze. Lekker hoor. Onze kindjes die zijn bij de cursus EHBO voor paarden. En Christine en ik dachten, weet je wat, wij gaan even naar een ruitersportzaak. Ook staan nu ook nog in de weg. Dus ik doe even een stukje vooruit. Anders dan wordt die Mercedes niet blij zomaar. Zo. Oké. Okay. En dus hebben wij aan Alten gevraagd, zoek even op Google een ruitersportzaak. Want we hadden al tegen in de buurt, hè? In de buurt, precies. Ik zal het jullie even laten zien. We zijn op het adres aangekomen. Dan moet ik even omdraaien. En dit is dan de locatie waar wij een ruitersportzaak moeten vinden. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Dit Waze en Google, wat denk jij? Ik denk dat het met voorbedachte raden is en dat Altwin gewoon niet wil dat je geld uitgeeft. Maar ik heb mijn portemonnee niet eens bij me. Daarom heeft hij ons hierheen gestuurd. Ja, maar ik heb mijn portemonnee niet bij me. Maar ik wel. Oh, ja, misschien zo. Dus nou ja, hier is het. Dus nu gaan we maar... richting de kindjes denk ik of zo.
handig. Dus ik denk, nou mooi, je doet ook niet. Kijk eens. Ponies wennen aan een waterbak. Staan ze met z'n tweeën. Hou maar, hou er maar vast. Zo, ga ik iets naar achter. In alle geduld. Niet trekken. In alle geduld zijn de ponietjes even aan het kijken of dit iets is wat ze gaan doen of niet. Klonen maar, Tess. Goed zo. Dit denk je al dag. Ja, twee ponnetjes die kennis maken met de waterbak. En allebei denken, nou, weet je wat? Vandaag even niet. Gaan wel ruiken. En net deed Ster wel één stap erin. Stip die heeft er, nou, ook bijna een stap in gezet. Heel knap. Kijk, inmiddels heeft Stip ontdekt dat je er ook mee kan spelen met het water. Vroon was heel gespannen, hè? Ja, en ik heb er weer ontspannen gemaakt. Nou, inderdaad. Uiteindelijk ging ze hier eindelijk weer een beetje lekker lopen, hè? Ja, en er zit zelfs wel schuim op. Schuim op. Nou, alles is smerig. Ja. Nou, dan gaan we Vroon wegzetten, want de prijsuitreiking is zo. Niet dat we daarbij aanwezig hoeven te zijn vandaag, maar ze willen altijd graag dat we even boven komen. Dus we gaan even die kant op. Hij is een fijn aanwezig, hè? Ja. Oké. Nou, dat kan toch niet? Als je wilt. En op de eerste plaats, Amy van de citeer. Wil je nog iets zeggen? Ja, dat kan niet. Waarom niet? Omdat mijn gevoel en dit niet met elkaar overeenkomen, zeg maar. Nou, dan gaan we gewoon even naar je prijs kijken. Bizar, joh. Maar we moeten eens kijken wat hierin zit. Op de tweede plaats geëindigd Bianca van der Maro met 182,5. Jee. Yeah. Ja, nou, dat is fantastisch. Je hebt geld. En op de eerste plaats. Je gaat er rijk mee worden, Rebecca. Nou, dat denk ik niet hoor. En hier is Fabienne. Fabienne, laat eens even zien, wat heb jij? Regio-kampioen. Woe, met wat? Met springen in de B-ponies. Nee, met de C-ponies denk ik, toch? En dan in de B. Ja, en dat was de tweede keer. De tweede keer op zijn regio. Ben je tweede keer regio kampioen? Nee, eerste keer. Eerste keer. Waarom zeg je dat tweede keer, Kim? Tweede keer springwedstrijd. Tweede springwedstrijd? Ja, en ik, vorige week had ik dus ook nog een springwedstrijd en toen was ik ook eerste. Meid, ik ben onder de indruk. Ja. Al is het, moet je kijken. Oh, die deken. Laat die helpen eens die deken kijken, Tess. Vind ik leuk. Even samen vasthouden. Dan kunnen we even zien. Kijk, niet op gaan staan alsjeblieft, Tess. Kijk. Ja, dank je. Regio kampioenschappen Zuid-Holland springerponies 2017. Meid, gefeliciteerd. Je bent niet voor niks vroeg je bed uitgekomen. Nee. Heb je goed gedaan. Nou, Kim gaat zo meteen M rijden. Dus dat gaan we wel even filmen. Wel met verkeerde camera, maar goed, we gaan het toch doen. En Tess gaat straks nog rijden. Hé, Tess? Eerste keer M1, Kim. We gaan beginnen, Kim. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C op de rechterhand. MXK, van hand veranderen in middendraf. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C rechterhand, MXK van hand veranderen in middendraf, doorzit of licht rijden. K arbeidsdraf. K arbeidsdraf. A halt houden, 3 tot 5 passen achterwaarts. A halt houden, 3 tot 5 passen achterwaarts. Daarna voorwaarts in arbeidsdraf. Zo, de meisjes gaan lekker rijden. Faas zit dit keer op Ula en Tess lekker op Ster. Vandaag hebben we Kim op Duke.
Voor Duke betekent dat iets heel anders. En voor Kim ook. We zijn wat laat, maar Tess die gaat in de les. En Rick, oh wonder, die is er ook. Waarom ben je hier, Rick? Ik heb geen idee. Ster, ben je klaar voor? Ja, lekker in de les. Zo, Frankie is een beetje hengstig. Dus wat krijgen we dan? Dan moet er geborsteld worden op haar hoofd. En dan plotseling is alles lekker. Lekker, Rick. Ja. Normaal dan is ze na 3 keer worstelen al klaar. En nu... kan dat er niet lang genoeg duren? Ik vind zo hier het altijd wel lekker, maar nu moet er hele. Oh ja, precies. Daar. Ja, wat is die Verona toch braaf? Ik heb geen verstand van, maar ik geloof het meteen. En Tessa staat hier te staan. Nee, we gaan gewoon even samen spuitstappen en dat is klaar. Oké. Ja, dat zie je gelijk. Dat is een springster. Ik Nou, ik denk dat de meeste mensen Jane inmiddels wel kennen van de vorige video. Oh, nou gaan we even hallo zeggen. Hallo. Hallo. Dit is Jane met? Beauty, hallo. Nou, gefeliciteerd met het springen. Je hebt gewonnen dan, toch? Nee, ik ging springen op donderdagavond met Tessa. Nou, dat wist ik natuurlijk wel. Nou, super cool. Dus jij met... Oh, ja, dat, ja, inderdaad. Heel goed gedaan. Hi, pony. Wil je uitstappen, Rick? Uitstappen? Ja, doen! Ja joh, prima. Ja, maar kom mijn kippen. Oei. Moment van de waarheid. Soepeltjes. Ben jij erop? Hier is je kip. Mijn kip uit. Hier is de camera. Staat hij nog aan? Ja. Oh, nou dan maar. Oké. Hallo, Roan. Nou, kom maar. Oh, hij zit wel lekker. Lekker warm, hè? Lekker strak ook. Was niet helemaal. Oh, perfect. Andere kant, Rick. Je gaat naar de verkeerde kant. Nou ja, het is niet de verkeerde kant. Je kan aan 2 kanten opstappen. Maar als je nieuw bent, is het handig om te leren eerst aan de linkerkant op te stappen. En Rick gaat alleen uitstappen. Voor de rest helemaal niks. Dat is niet de eerste keer, Rick. Dat moet je wel kunnen. Woehoe. Nou, netjes. En alleen dat. Dus vindt Rick het spannend. Oké, ik zit. Alleen uitstappen. Geen gekke dingen. Is dit uitstappen zo? Kom maar, ja, lukt het zo of niet? Ja. Vind je het niet eng? Nee. Oké. Misschien kan je iets dichterbij komen. Goed bezig. Hallo. Oh, moet een beetje naar links. Niet door de poep. Oh, ja, nee. Om de poep heen zo. Ja. Met een auto, ja. Zo, we zijn vandaag is woensdag en ik ga samen met Erna gaan we carnavalsfoto's doen. Nou ja, samen. Ik mag paard vasthouden en Erna maakt foto's. Dus hebben we allemaal onze kwaliteiten, zullen we maar zeggen. Die van mij zijn vasthouden van paarden. En we hebben allemaal leuke spullenboeken. Kijk, een tassel. Hallo. Kijk. En nog een tassel. Hier met allemaal. Trup. En dan gaan we even kijken. Vandaag is het woensdag en ik ga naar mijn neusjes. Bij wie? Ilse. Zin in? Nou, ga maar. Oh, die heeft ze gekregen van Maaike. Er horen nog springschoenen bij eigenlijk. Ik heb een tak gevonden.
kijken. Het waait echt. Er is ook niemand. Ik ben de enige die de hond aan het uitlaten is. Oh, ze gaat alweer. Nou, ik ga maar weer lopen voor ik wegwaai. De angst dat de stok hier moet blijven. Ze blijft wel keurig naast me lopen. Ja, de stok mag nooit mee naar huis. We moeten altijd hier blijven. Dus ik straks een hele tuin vol met hout kan kampvuur maken. En ze loopt keurig naast me. Zonder punten voor Alice. Zo kijkt Alice. Ze weet dat de stok losgelaten moet worden. Ze wil het eigenlijk echt niet heel. Alice, je lekker los. Los. Het is echt mega rot weer buiten. Vandaag stormdag. Dus paardjes staan even lekker binnen. Blijf je hier? Ga je wat doen? Nu kun je bewegen. Ja, lekker hè. Eventjes. Tutties. Ook sterretje in de binnenbak. Sterretje blijft bij mij. Kun je lekker rollen. Dan heb je een hele bak voor jezelf. En dan wat doe je? Bij mij staan. Gekke pony. Lekker rollen. Nee? Lekker rollen. En lekker rollen. Lekker rug. Zo. Zo beter. Oh, nog een keer. Andere kant. Heerlijk. Uitsloper. Het is donderdagavond en ik ben mijn laars aan het aantrekken, want zometeen ga ik op Vero springen. En ik kan je vertellen, zo van onderaf is het best hoog. Nou, nu is Rebecca aan de beurt, denk ik. Gaat dan nogal op sprongetjes. Enorme herrie hier, want het waait ontzettend hard. Maar gelukkig is Verona daar allemaal niet bang van. En die gaat gewoon op de gemakkie de eigen rondje springen. Gaan we zo beginnen, want we kunnen eruit. Vijf. Wie ben jij? Ik ben Tessa. Ik ben Ferens. Of wist je dat al? Ja. En hoe wist je dat al? Toen ik ook niet wist. Oh, echt waar. En jij komt met je pony Sterren vandaag voor de eerste keer bij mij in de school. En heb je je moeder al een klein beetje gevolgd? Ja. Dus kun jij mij vertellen waar we allemaal op moeten letten? Of moet ik je dat gaan uitleggen? Niet te hard, maar ook niet te zacht. Oké, okay. Tempo. Dat heet bij mij je tempo. Dus dat is wel een goed punt. Oké, okay. Waar moet je nog meer op letten? Bedankt voor het kijken naar de weekvlog. Maar ik heb nog een mededeling. De hele voorjaarsvakantie gaan we video's maken. Maandag. Zondag. Mama springen. Maandag Tessa springen. Dus ik ben Sterry. En dan dinsdag Rikkeltmanege. Woensdag Rikkeltmanege. Donderdag Rikkeltmanege. Gewoon alle dagen. Behalve zondag en zaterdag. Doe vooral een duimpje omhoog. Doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Dus doei!